Hallo allemaal, wij zijn Joost en Anneloes en wij zijn de Roverway representatives voor het Nederlands contingent voor de Roverway in 2016 in Frankrijk. Waar wij absoluut heen gaan, want we hebben al een beetje ervaring met internationale activiteiten. Ik ben zelf naar de Jamboree geweest in Zweden als deelnemer en naar de Roverway in 2012. Dus ik weet zelf al dat ik dit absoluut niet wil missen. Ja, en ik ben nog niet naar de Roverway geweest. Maar ik ben al wel naar de Wereld Jamboree geweest en naar Ghana. En ik vind het zo vet dat ik nou echt zeker mee wil naar de Roverway. Joost, wat is de Roverway eigenlijk? De Roverway is het internationale kamp voor Rover Scouts in Frankrijk. En het is heel vet, maar wat gaan we eigenlijk doen? Tijdens de Roverway gaan we eerst 6 dagen op pad, wat zich verspreidt over heel Frankrijk. En daarna gaan alle Rover Scouts zich verzamelen vlak onder Parijs. Met een heel groot gezamenlijk kamp met minstens 5000 Rover Scouts vanuit heel Europa aan. Maar wie gaan er dan allemaal mee? Wij gaan natuurlijk mee. En als jij tussen de 18 en 22 jaar bent, mag je ook mee. Want wij gaan met zoveel mogelijk mensen uit heel Nederland. Gaan wij naar Frankrijk. Schrijf je er snel in. Dus, waar wacht je nog op? Schrijf je er snel in, want de inschrijving eindigt eind september. Kijk op de link. Of op Facebook. Dank je. Daar, Joost. En dan zien wij je inschrijving voorbij komen. Wij hebben er zin in. Tijdens de vorige Roverway in Finland hebben we op het PAF verschillende activiteiten gedaan. We hebben gekanoed, gehiked, gezwommen en iedere dag afgesloten in de sauna met een heerlijke duik in het koude meer. We hebben de andere roofscouts leren kennen en veel leuke spellen en informatie uitgewisseld. Daarna zijn we met alle roofscouts naar het grote kampterrein gegaan. Hier waren iedere dag ook weer andere activiteiten te doen en werd eigenlijk iedere avond afgesloten met een mooi feestje. Erg gezellig dus.